Dag iedereen, welkom bij de Paddock, de Formule 1-podcast van Play Sports. Afgelopen weekend werd er gereisd in Monza, een van de absolute monumenten op de Formule 1-kalender. En meer dan ooit waren de ogen op Ferrari gericht. Alle ogen waren op Ferrari gericht. En het werd geen slecht weekend voor hen, maar ook niet helemaal wat ze ervan gehoopt en verwacht hadden. De race zelf die werd voor ons ook niet helemaal wat wij ervan gehoopt hadden. Zeker het einde was wat teleurstellend. Daar gaan we het sowieso nog uitgebreid over hebben. En wie voor een keer nog eens teleurstelt, is Sam de Jonge. Die is er niet bij vandaag, heeft wel een goede reden. Die moest gaan racen in Barcelona en heeft het daar uitstekend gedaan. De 24 uur daar gereden. En gelukkig hebben wij hier een goede Formule 1 crew. Dus hebben wij een uitstekende vervanger gevonden. Een van onze vaste leden van de Formule 1-crew, Gert Vermeers. Welkom. Dag Dennis. Goedemorgen. Goedemorgen, want we nemen voor een keer 's ochtends op. Geen Sam vandaag, maar hij heeft het heel goed gedaan in Barcelona. Hij heeft blijkbaar gewonnen. Als hij het last minute weet, dan maakt hij zich niet zenuwachtig blijkbaar en dan kan hij vrij rijden. Hij heeft goed gepresteerd. Mooi gedaan. In zijn categorie de 24 uur van Barcelona gewonnen. Ja. Er zijn ergere dingen om een aflevering van de Paddock voor te missen. Ik denk het ook, ja. Maar volgende keer mag hij er toch weer bij zijn. Je hebt nog een lid van onze vaste Formule 1-crew naast je zitten. Ja, Mark Goossens, die het met mij zal moeten stellen, dus geen spoortweeling. Veel plezier, Gert, met veel plezier. Geen woordpopjes van Sam, dus nee. Mark, laat je volledig gaan. Ik zal eens proberen. Ja, wel straf wat Sam gedaan heeft in Barcelona? Ja, absoluut. Kijk, een 24-uurswedstrijd is altijd een zware, zeker in Barcelona, met de warme temperaturen die ze er hadden. En niet alleen heeft hij gewonnen in zijn klasse, maar liefst met 6 ronden verschil met de tweede in de klasse, dus... Ik denk dat je kan zeggen dat het voor hun een geslaagd weekend was. Ja. En voor de mensen die denken dat ik het meen dat Sam weer teleurstelt, dat is om te lachen natuurlijk, was niet serieus. Jij moest niet racen in Barcelona dit weekend? Nee. Maar je hebt wel veel gereden de afgelopen weken. Ja, we zijn druk bezig geweest. Enerzijds met Belgium Racing waren we wel in Barcelona een paar weken geleden voor de Porsche Carrera Cup. Met Michiel Avrans, die zijn eerste stappen zet in die competitie, wat ook heel goed is meegevallen trouwens. Anderzijds ben ik zelf nog in de Euronascar actief geweest, maar daar gaan we niet te veel over hebben. Ah, ik ging net zeggen, vertel er eens wat meer over. Nee, dat was technisch gezien niet meteen het beste weekend. Heel wat problemen gehad, wat fouten door de mechaniekers uiteindelijk, die ervoor gezorgd hebben dat we op 3 ronden achterstand zijn gefinished in een sprintwedstrijd. Dus dat was zeker geen goeie. En natuurlijk de 24 uur van zolder, want ik heb jullie sindsdien niet echt meer gezien. Waren we derde, dus daar mogen we zeker niet over klagen. Nee, absoluut. Jeffrey van Hooydonk heeft hier wel gezeten. Die heeft wel iets verteld over die 24 uur van zolder. Dat was heel close nog op het einde. Ja, absoluut. Jullie zijn derde geëindigd en Jeffrey is met zijn team vierde geworden. Ja. En die hadden effectief ook op het einde van de wedstrijd heel wat meer snelheid dan wat wij hadden. Maar er waren natuurlijk ook redenen voor. Wij hadden technisch gezien ook wel wat problemen achteraan links op de auto. Een wielnaaf die krom stond, een remschijf die was losgekomen op het einde van de wedstrijd. Dus het curbhopping was niet voor mij weggelegd op het einde van de wedstrijd. En ja goed, we hebben het dan ook zelf een beetje strategisch en tactisch gespeeld met de andere auto bij ons in het team die als buffer is komen rijden tussen mezelf en Jeffrey. Maar dat hoort bij racen, denk Tuurlijk. Ik. Ja. Maar het was inderdaad wel spannend, want ik moet zeggen, Jeffrey zijn tempo op het einde van de wedstrijd, met rondetijden van 1.32, 1.33 op zolder, na 24 uur race of na 23 uur en half, was best wel indrukwekkend. Ja, ja absoluut. Ja. En om het helemaal volledig te maken, ik denk dat Sam had kunnen winnen eigenlijk in zolder. Hij gaat het zelf niet zeggen, maar ze hebben één fout gemaakt en die heeft hun veel te veel tijd gekost. Maar zij, volgens mij, van alle Porsches die daar aan de start stonden, hadden zij de beste strategie volgens mij, Mark. Ja, dat klopt ook. Ik denk dat zij de enige waren die het wedstrijdverloop van de Audi goed hadden ingeschat en goed gelezen hebben. Of ze nu sterk genoeg waren om de wedstrijd te winnen, betwijfel ik. Want de Audi was effectief wel heel competitief. Veel competitiever dan de rest. Wat uiteraard ook te maken heeft met de BOP die toegepast wordt. De balance of performance. Maar anderzijds, ja, inderdaad, ze hebben een ongeval gehad bij Red Hunt Racing. En dat is een heel jammere situatie. Ik ben zelf in een soortgelijke situatie terechtgekomen vorig jaar. Door een verkeerssituatie een beetje minder goed in te schatten op een bepaald moment in dezelfde bocht trouwens. Dat was trouwens ook met een... ikzelf met de Porsche en dan de andere auto was ook een auto waar dat Sam deel van uitmaakte. Dus ja. Hij heeft het 2 jaar na elkaar meegemaakt. Dus dat was inderdaad een heel jammer situatie.
Maar zoals je zegt, ik denk dat zij de enige waren die het vuur aan de schenen van Audi kon leggen. Jammer, maar heeft het dit weekend toch wat kunnen goedmaken voor zichzelf. De grote prijs van Italië was er in de Formule 1 afgelopen weekend. Als we naar Monza gaan, naar zo'n monument, dat heeft toch altijd net iets meer. Op voorhand al, je voelt daar iets meer verwachtingen, je voelt daar al op voorhand iets meer spanning bij, vind ik. Het is ook de... Ik denk, bij Monza heb ik altijd het gevoel, als ik daar kom, dat je daar de geschiedenis kan voelen eigenlijk. Ja. Je stapt dat park binnen, je gaat door dat tunneltje, je komt aan de andere kant buiten en je ziet daar die enorme tribune aan de achterkant. Alles ademt daar autosport. En ja, dat is niet te verklaren. Dat circuit bestaat nu 100 jaar, net, hè, dit jaar. Maar er is al zoveel gebeurd in de autosport, dat je dat eigenlijk voelt als je daaraan komt. En als je daar dan een grote prijs kan rijden, ja, volgens mij, dat is een... Er is ook altijd kritiek op Monza, net zoals op Francorchamps, van wegens te oud faciliteiten en zo, en geen goed verkeersplan en van alle chaos. En dat was er dit jaar ook weer. Maar zo'n koersen, die moeten op de kalender blijven staan. Punt. Je moet een beetje verankering hebben in de geschiedenis van de sport, toch? Hè? Om je sport groter te maken. Hè? Want als je alleen maar nieuwe races gaat organiseren, dan ben je je cultuur van de sport kwijt. Hè? Dus Monza hoort daar volgens mij zeker bij. Ja, absoluut. Je zegt het wel, die organisatie niet onbelangrijk, want we hebben onder andere ook van een kijker een bericht gekregen die daar was en die zondag zelfs niet meer is teruggegaan, omdat het zaterdag zo schandalig was. Is waar. Daar zelf echt niet alleen daar naartoe gaan, maar daar aankomen. Blijkbaar om daar eten of drinken te kopen was quasi onmogelijk. Je moest verschillende soorten jetons kopen. En als je dan niet de juiste had, dan moest je opnieuw gaan aanschuiven. Maar het waren rijen van 2 uur om enkel en alleen kunnen kopen. Ik heb een berichtje gezien van iemand die zegt, ik heb nog 1 kilometer in de file te gaan. Ik dacht, ja, 1 kilometer in de file, maar de auto, het valt best mee. Stond te voet 1 kilometer in de file voor de ingang. No way. Ja, echt waar. Die stond op 1 kilometer van de ingang aan te schuiven. Maar dat is de keerzijde van de medaille natuurlijk. Hè. De populariteit van die wedstrijd, zeker in Italië, zeker met heel dat Ferrari gebeuren op het moment. Dan heb je dat soort scenario's. Ja, organiseer het dan toch gewoon beter als je dan mensen laat binnenkomen, bepaalde die soorten tickets op dat uur laten binnenkomen. Je kan dat wel beter regelen, denk ik. In Spa hebben ze dit jaar veel verbeterd. Het is nog niet ideaal. Je hebt nog altijd files bij het aankomen en bij het wegrijden, maar veel minder dan vroeger. Dus er is een manier. Je moet gewoon consistent blijven. Ik heb nu gehoord dat in Italië iedere dag anders was. Dat lukt dus niet. Hè? Als iemand denkt van ja, ik kan dus op vrijdag kan ik langs daar binnen, maar dan komt hij op zaterdag en dan kan hij daar niet meer binnen, moet hij helemaal rond. Ja, zo schrik je mensen af en dat gaat dus niet. Absoluut. Het is niet de bedoeling om negatief door te gaan, want ik zeg het, we keken enorm uit naar dit weekend. Monza, ik heb het daar heel hard voor. Ik ben er 1 keer naartoe geweest en zoals je zegt, je voelt daar echt de geschiedenis ook van dat circuit. Maar het einde van de wedstrijd dat we gisteren meegemaakt hebben, dat we gisteren gezien hebben, dat is echt, ja, jij noemde het een sof, Gert. Ja. Ja, dat is het beste woord. Wat een teleurstelling, een desillusie, anti-reclame voor de sport. Ja. Als ik eerlijk mag zijn. Absoluut, ik geef je 100% gelijk. Je moet een wedstrijd laten eindigen als een wedstrijd, niet als een processie. En bedoel, er zijn regels genoeg om dat te vermijden. En eigenlijk hebben ze het tegenovergestelde gedaan van in Abu Dhabi vorig jaar. Toen zijn ze overhaast te werk gegaan, hebben ze de regels niet gevolgd. Daar kan geen discussie over bestaan. Nu hebben ze de regels wel gevolgd, maar in hun schrik van iets verkeerd te doen, vrees ik, zijn ze veel te traag geweest. Ik bedoel, als het 3 ronden duurt om achter de safety car te geraken, waar ben je dan mee bezig? Ja, het klopt volledig. Ik kan er weinig anders aan toevoegen. Maar kijk, de timing dat voorval zich voordoet, hè, met de McLaren is ook een beetje ongelukkig natuurlijk. Hè. Het is op, ik dacht dat 7 ronden van het einde was of zoiets. Die timing, als je op dat moment moet gaan anticiperen op de situatie, dat is een moeilijke oefening. Ja. Maar sowieso, ja, we hebben al verschillende scenario's aangehaald. Hè. Hadden ze een rode vlag moeten geven? Volgens mij wel. Ja, waarom niet? Ik vond het heel lang duren voordat ze die wagen er gingen weghalen. Oké, hij staat op een gevaarlijke plek. Maar hij die later staat hij nog altijd. Hij stond blijkbaar ook op een maar dan hef je hem op en pak hem mee. Ja. Ik bedoel, daar zijn ook oefeningen voor. Hè. Dus... Het systeem van Amerika waar we het er straks over hadden, is ook al eentje die kan op dat soort momenten. De green-white checker. Ja, misschien moet je dat systeem even uitleggen. Ja, bijvoorbeeld in NASCAR reizen met een green-white checker verhaal. Dus op het einde van de wedstrijd gaan ze nooit aflaggen achter safety car. Dus ze gaan altijd over naar 2 ronde wedstrijd nog. Je krijgt de groene vlag wanneer dat de baan wordt vrijgegeven. White flag betekent dan laatste ronde, last lap. En dan pas de finishvlag. Dus dan heb je nog 2 ronde wedstrijd. Hè. Toch nog een beetje animo brengt voor de
de kijkers, maar ook voor de mensen ginder aanwezig. Dus er zijn verschillende manieren. Ze hadden rode vlag kunnen geven, herstarten. Ik denk... dit was echt wel... het laatste wat ze moesten doen. Ja, inderdaad. Green White Jacket is moeilijk in de Formule 1, want daar zit ze altijd limiet met de brandstof. Ja. Als je dan een ronde of twee of drie erbij voegt, kom je daar in de problemen. Maar een rode vlag, die regels bestaan nu ook. Ze hadden ze ook in Abu Dhabi moeten doen vorig jaar. Hè. Rode vlag, iedereen naar de pitlane, iedereen kan op nieuwe banden staan. En dan heb je ook een spectaculaire finale met sportieve gelijkheid. De fans zijn blij dat ze zien. En je kan ook het probleem in alle veiligheid oplossen. Want gisteren bleven ze doorrijden op het moment dat die wagen wordt weggesleept. Ik bedoel, ik wil Jules Bianchi niet treuren herhalen, maar dat is wat er gebeurd is. Hè. Een wagen die dan toch van de baan gaat en die zo'n bulldozer raakt, is levensgevaarlijk. Op zo'n moment moet een wedstrijd worden stilgelegd. Ja, absoluut. Want dat is ook een van de vragen die we hebben binnengekregen op Instagram. Davidov die vroeg ons dat van, ja, waarom tellen de rondes achter een safety car mee als racing laps, maar die benzine. Die benzine. Alles is berekend. Hè. De teams, de ingenieurs, die berekenen hun strategie daarop. En, en inderdaad, dat is het grootste probleem in de Formule 1. Op dit moment dan, hè, in dit soort situaties, dat er niet wordt bijgetankt tijdens de wedstrijd. Mm. Ja. Want misschien was er niks gebeurd. De kans is zelfs groot dat de uitslag hetzelfde was gebleven. Heel groot. Maar we hadden tenminste wel nog één of twee rondes gehad waarin er geraced werd. En ik denk dat dat het enige is wat je als sportliefhebber wil zien, dat er een mogelijkheid is dat er iets gebeurt. Ja, het is alsof je naar een concert gaat en er zo... Ja, je zal het niet weten dat er drie songs voor het eind is, maar dat de artiest opeens zegt, ik ben weg. Wat soms wel eens gebeurt, en dat is dan ook een desillusie natuurlijk. Maar als sportliefhebber is dat wel... Ja, je zei het al, Gert, het is het tegenovergestelde van wat vorig jaar in Abu Dhabi gebeurt en daar is veel rond te doen geweest. Maar ik denk dat elke sportliefhebber liever dat ziet... Elke keer dan wat er gisteren gebeurd is. Lijkt mij heel logisch. Abu Dhabi wil ik toch ook niet herhaald zien, hoor. Nee, maar op het moment zelf... Er gebeurde tenminste iets. Daarom, op het moment zelf was Abu Dhabi fantastisch. Uh-huh. Maar als je dan achteraf hoort dat de regels niet zijn gevolgd... Of net zoals ik bijvoorbeeld... Ik maak die vergelijking graag. Hè. De goal van Maradona tegen Engeland vond ik ook fantastisch. Toen tot de herhaling bleek dat het met de hand was. Sorry, hè. Nee, maar ik bedoel, play by the rules. Absoluut, daar heb je gelijk in. Het gaat puur over liever wel dat je als liefhebber iets ziet dan niks. Gisteren was er niks. Ja, er moet gewoon animo gevolgd. Het moet animo zijn, maar ze moeten de regels volgen. Mm. En dat is vorig jaar verkeerd gearbitreerd geweest. En nu hebben ze het meer aan de zekere kant willen spelen. En mijn teleurstelling van heel veel fans. Lewis Hamilton, die is daar nog eens over begonnen. Hè, over er is één geval geweest waarin de regels niet zijn gevolgd. En dat was vorig jaar in Abu Dhabi. Dus het hele riedeltje dat er... want de regels waren toch niet duidelijk genoeg, gezegd, na vorig jaar. De regels waren toen ook al duidelijk. Ze zijn gewoon niet gevolgd. Maar goed, de stewards dit weekend waren... Om het zacht uit te drukken, niet van topniveau. Ik heb eigenlijk nog nooit in een Formule 1 weekend dan, daarbuiten wel, maar in een Formule 1 weekend heb ik nog nooit zo slechte stewards of zoveel discutabele beslissingen gezien. Ook in Formule 2, in de Formule 3. Formule 3 krijgt de rijder 5 seconden straf omdat hij 4 keer track limits had gedaan. Achteraf bleek dat het maar 3 keer was. Dus die had die 5 seconden nooit moeten krijgen. De Formule 2 krijgt een rijder een stop-and-go van 10 seconden. Bleek dat gewoon een straf van 10 seconden had moeten zijn. Maar eens hij die straf heeft uitgevoerd, kan je dat natuurlijk niet meer terugdraaien. Dat is rampzalig. Ik bedoel, als je op het hoogste niveau wil werken, als je de businessvluchten wil nemen om naar alle uithoeken van de wereld te reizen en op restaurant gaan en in een goed hotel slapen als steward, doe dan ook je job. Ik bedoel... Het was echt razend slecht dit weekend. Ik zie je lachen, Mark. Ja, ik volg Gert ook gewoon. Dat zijn mensen die ervoor kiezen om dat soort beslissingen te mogen nemen, die verantwoordelijkheden te hebben. Ja, dan moet je ook handelen naar vanavond, absoluut. Mm-hmm. Er is al wel vaker kritiek op stewards geweest. Hè? Mm-hmm. Bij ons in de studio hoor ik dat heel vaak, dat de frustratie daar wel over is. Nee, en wat dat ook is, op nationaal niveau, laat het mij zo zeggen... Daar kan ik nog eventueel aanvaarden dat een steward niet altijd de juiste beslissing neemt. Want dat is iemand die dat na zijn uren doet, om het maar zo te zeggen. Ja, maar ook daar, Gert, ook daar, nee, ook daar is zoveel zou het geld niet mee gemoeid. Gebeuren, er zijn zoveel mensen die hun geld spenderen aan hobby. Dus diegenen die het als hobby doen, dat kan dat ook niet.
Ik vind het nooit... ik denk dat we nooit die ruimte mogen geven dat het zou kunnen of nee, dat het zou mogen. Want zelfs als je vergelijkt met provinciaal voetbal, ja, of basketbal of provinciaal volleybal, maakt niet uit welke sport, ook daar verwacht je dat de scheidsrechters de regels kennen en die juist toepassen. Ook al doen ze het gewoon voor hun plezier, is het een hobby. Als je die verantwoordelijkheid krijgt, en die verantwoordelijkheid, ja, natuurlijk professioneel vlak is het veel meer dan op amateuristisch vlak, maar je hebt wel een bepaalde verantwoordelijkheid, dan verwacht je ook wel dat ze snappen waar het over gaat, toch? Wat dan nationaal wel gebeurd is, daar willen ze zelden toegeven dat ze in de fout zijn gegaan. Dat vind ik nog erger dan. Want je weet dat je fout hebt begaan, maar ja, dan is het weer altijd iemand anders in schuld. Of ja, ik bedoel, eigenlijk moet je op hetzelfde niveau presteren als de atleet. Zo simpel is het. En in de Formule 1 moet je dus topniveau zijn. Absoluut. Dat wordt iets meer verwacht. Ja, dat is het grote voorbeeld. Formule 1 is het grote voorbeeld op alles wat dat autosport is. Dus en als daar al zo'n fouten gemaakt worden? Ja. Ferrari. We hebben het over fouten, dus kunnen we mooi overgaan naar Ferrari. Wat vonden jullie van wat zij dit weekend en vooral gisteren hebben gedaan? Hebben ze een tactische fout gemaakt met Charles Leclerc bij die virtual safety car in het begin van de race? Ze zitten natuurlijk in een moeilijke situatie op dat moment, want wat zij ook gaan doen, zij weten niet hoe dat Red Bull gaat reageren. Maar zoals Massimo gisteren al aangaf in de studio, is op dat moment in de wedstrijd, het was nog zo vroeg in de wedstrijd, er kon nog zoveel gebeuren. Ik zou ook niet binnengekomen zijn op dat moment. We waren 13 rondes ver? 13, ja. Ze moesten nog 40 rijden. Op een medium setje banden, ga er maar aan staan. Dat is zo goed als onmogelijk. Maar ja, ze moesten, zoals Mark al zei, zoals Massimo al zei, ik heb zo de indruk dat ze nu van alles aan het proberen zijn om Red Bull te kloppen. Maar volgens mij, gelijk wat ze gisteren hadden geprobeerd, ze hadden nooit Max Verstappen kunnen kloppen. Ja. Dat leek me zo goed als onmogelijk. Maar waarom doen ze dat dan op zo'n moment? Wat gaat er achter die beslissing? Dat is omdat het Ferrari is. Ook al de manier waarop. Dan vragen ze aan Charles Leclerc, ja, we gaan terug naar plan A. Hoe zit het met jou? Ja, al mee akkoord, ja, wil je dat ook doen? Zeg gewoon, box, kom binnen. Dat doen ze bij Red Bull, dat doen ze bij Mercedes. En dat leidt dan tot een als dat iedere keer lukt, en dat lukt ook 99% van de gevallen, tot een blind vertrouwen tussen rijder en de strateeg. Want als die rijder heeft nooit het volledige beeld als hij achter het stuur zit. Nooit het volledige beeld van de wedstrijd. Dus die rekent dan op zijn ingenieur om te weten wat er gebeurt. En als die dan zegt, kom nu binnen, dan gaat die rijder binnen. En meestal draait dat goed uit. Nee, bij Ferrari moet ze eerst nog een theekransje opzetten vooraleer dat ze een beslissing nemen. Alsjeblieft, dat gaat toch niet. Zorgt dat niet voor onzekerheid of voor twijfels bij de rijder in de wagen? Ik ging het net zeggen, dat zorgt voor twijfel voor de rijder. Hè. Zoals Gert zegt, strategisch kan die rijder op dat moment niet alles zien wat hij moet zien om zo'n beslissing te nemen. Wat je wel kan doen is, je kan raad gaan vragen bij de rijder van hoe voelt de wagen aan, hoe is de situatie met de banden, dat soort dingen, dat kan je wel gaan vragen. Hij kan feedback geven over wat het gevoel is van de auto, maar niet strategisch gaan bepalen welke stappen dat ze moeten zetten, dat kan onmogelijk. En zo was de wedstrijd van Charles Leclerc eigenlijk toen al voor een deel voorbij, tenminste zijn strijd om mee te doen voor de overwinning. Ja, eigenlijk wel, want zonder die safety car aan het eind was hij nooit terug in het spoor van Verstappen geraakt. En met die tweede pitstop, ja, eigenlijk had hij een neutralisatie nodig. Hè. Ze hadden geprobeerd om van die eerste neutralisatie gebruik te maken, maar dat was te laat. De winst hadden ze ook al niet volledig, want toen ze in de pit stonden, werd het weer groen. Dus konden ze weer racen. Dus dat voordeel hadden ze al niet volledig. Het was een beetje... Had ze gewoon een originele strategie gevolgd, dan was het spannender geworden, denk ik. Ik denk niet dat Verstappen er niet voorbij zou geraakt zijn. Die had ook wel gewonnen, denk ik, maar... Zo hadden ze zichzelf misschien nog een beetje van een fighting chance kunnen geven. Wel heel positief bij Ferrari gisteren, Carlos Sainz. Die rijdt een heel goede race en verdiende het eigenlijk wel om op het podium te staan. Ja, hij heeft absoluut geen enkele fout gemaakt. Kwam van ver, had natuurlijk DRS op al die lange rechte stukken. En een nieuwe motor ook. En een nieuwe motor kan je redelijk snel en makkelijk voorbij. Maar toch, die remzones, het moment dat die auto's uitremden van welk niveau dan ook, hij is op geen enkel moment in de fout gegaan, nooit ergens een klein tikkeltje lock-up gehad, nooit verrast door het verliezen van downforce. Want je kan natuurlijk wel een heel goede slipstream hebben, maar als je dan de downforce verliest, dan wordt de remzone weer veel complexer. Maar hij heeft zich op geen enkel manier ergens in een foutje doen lokken door niemand. Dus voor mij heeft hij een heel perfecte wedstrijd gereden. Ja, sterke manoeuvres bij momenten ook, want je zegt het, ja, nieuwe motor, oké, dan gaat het allemaal gemakkelijker, maar je moet het juiste rempunt nog elke keer spotten ook. En het is niet dat al zijn inhaalmanoeuvres er zo gemakkelijk uitzagen. Nee, en als je dan vergelijkt met rijders die in een vergelijkbare positie zaten, een Sergio Perez of een Lewis Hamilton, Carlos Sainz kwam daar veel beter uit en ging veel vlotter naar voren. Wat vonden jullie van de,
de verjaardagseditie pakken van Ferrari, want ze hebben hun 75ste verjaardag dit weekend ook gevierd met een gele uitrusting. De gele rode wagen vond ik fantastisch. De gele helmen ook nog. De gele pakken al een ietsje minder, toch? Nu, ik heb liever een gele wagen dan een rode wagen, hè, maar... Je hebt liever een gele wagen dan Ferrari? Ja, absoluut. Maar dat is... Nee, sowieso. Okay. Ik vind gele racewagens mooier dan rode racewagens. Dat heeft misschien te maken met het feit dat de racekleur van België vroeger geel was. Hè. Mm. En het rood was het van Italië. En daarom is Ferrari ook in het rood. Want eigenlijk is geel de Ferrari-kleur. Ja, inderdaad. Van het embleem en ook van de stad Modena, de geboortestad van Enzo Ferrari. En die moest dan naar rood gaan, omdat de Italianen in het rood racen toen. Maar heeft toch nog altijd dat grote gele embleem lang gehouden. En nu is de tweede kleur eigenlijk van Ferrari. Mm. Het gele embleem past ook wel op die rode kleur. Ja, absoluut. Het is mooi af. Het is een combinatie. Ik vond het wel verfrissend om iets te doen voor die specifieke editie. Maar ik denk dat de Formule 1-fans al jaren en dag gewend zijn aan die rode kleuren van Ferrari. Dus voor een one-off kan het wel. Ja, Ferrari blijft rood, ook al was het oorspronkelijk geel. Je gaat Ferrari altijd linken met de rode kleur. Nu, automatisch. Het rood van dit jaar is ook veel mooier. Het is echt dat donkerrood. Ja. Het scharlaken eigenlijk. Als je dat vergelijkt met het rood van wat in de tijd van Michael Schumacher werd gebruikt. Het Marlboro-rood eigenlijk dus. Dat was afgrijzelijk. Dat was bijna fluo-oranje. We gaan niet opnieuw over je schoenen beginnen, maar dat was geen mooie kleur. De Pol heeft voor oranje gekozen vorige week. Dus kijk. Gert heeft het al gezegd. Mark, was er iets te doen geweest aan Max Verstappen gisteren? Nee, die was opnieuw supersterk. Volledig vooral. Maar bij die jongens zie je ook op geen enkel moment twijfel. Die weten heel goed wat ze doen. Die hebben een strategie op voorhand bepaald. En oké, je kan een strategie A, B of C hebben. Maar die lezen een situatie perfect tijdens de wedstrijd en die voeren uit wat ze moeten uitvoeren. En ja, Max reed ook opnieuw weer een heel sterke race, vind ik. Het leek soms te gemakkelijk voor hem. Ja, als je hem zag rondrijden. Ja, als je ziet hoe dat hij zelfs de tijd heeft om naar een rempunt toe iets vroeger het gas te lossen, te coasten, echt rustig aan terug te schakelen. Je zag nergens op geen enkel moment dat het geforceerd was. En dan zie je gewoon dat hij de situatie 100% onder controle heeft. Ook al zijn reactie na de kwalificaties, toen je wist dat hij 5 plaatsen straf nam, zijn reactie was, dan nemen we ze morgen wel, hè. Als je dat al hoort van Max Verstappen, dan weet je eigenlijk al van, goed, we rijden voor de tweede plaats. Dat is eigenlijk Leclerc ook, hè, jongens. Domani. Domani. Ja. Dat was anders, toch? Dat was iets anders, ja. Bij Verstappen was het de wetenschap, morgen doen we het. Bij Leclerc was het de hoop. De hoop. Ja, morgen gaan we het hopelijk doen. 11e overwinning van het seizoen. Nog 2 verwijderd van het record. Dat staat op naam van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Is dat record eraan? Dat record gaat eraan, maar heeft het dezelfde waarde als er 22 races op een seizoen zijn? Daar kan je eeuwig over discussiëren natuurlijk. Maar het blijft een enorme prestatie als je zoveel races in één seizoen kan winnen. 5e op rij, maar nog maar de eerste keer ooit op het podium in Monza. Ja. Dat is eigenlijk verrassend. Die gast draait al even mee, heeft overal al bijna op het podium gestaan, nog maar de eerste keer ooit in Monza. Ja, maar niet omdat hij niet competitief was. Nee. Het is altijd door situaties geweest. Door zijn eigen schuld. En door zijn eigen schuld, ja, natuurlijk. Dat is ook leergeld dat je betaalt. En als je dan zijn wedstrijd van gisteren ziet, dan zie je toch dat hij veel gewonnen heeft aan maturiteit, ook als rijder, als wereldkampioen, als huidig wereldkampioen. Ik vind Max een heel andere rijder nu dan een jaar geleden bijvoorbeeld. We hebben gisteren wel gezien dat je wel degelijk met 2 door die bochten kan waar hij en Hamilton vorig jaar gecrashed zijn. Dat hebben we gisteren wel gezien. Ja, het is, maar je hebt wederzijds respect nodig, hè, bij zo'n situatie. Dat is in de Redion ook, hè, bijvoorbeeld. Er zijn zo van die bochten waar je met 2 door kan. Als je allebei wilt. Weet waar je mee bezig bent. Ja. Als je wil dat je er met 2 doorgaat. Ja, inderdaad. Ja, we gaan niet terug over het van vorig jaar beginnen misschien, want dat is toch al genoeg gepasseerd. Het vertrouwen bij Red Bull, niet alleen bij Verstappen, maar bij Red Bull zelf was ook heel groot. Merkten we ook na de race gisteren. Want zij vonden het effectief jammer dat er geen rondje meer geraced werd. Ja, maar dat is ook omdat zij de sport kennen. Ze kennen de regels, ze kennen de sport, zij vinden het evenzeer jammer. Als winnaar of als kampioen wil je gewoon op een correcte manier die titel binnenhalen en races winnen. En het siert hun dat ze dat ook meteen na de wedstrijd over de boordradio zeggen. Ja, er zijn ook kenners, tussen aanhalingstekens, die vonden dat het een cadeautje was voor Verstappen. Ik vind juist van niet. Door die achter safety car finish te hebben, is de glans van zijn overwinning weg, hè?
Ik bedoel, dan had hij had zelfs nog een extra kans gekregen om nog eens te tonen dat hij de betere was. En die kans heeft hij niet gekregen. Dus dat was zeker geen cadeautje voor Verstappen. Nee, wel boegeroep voor Verstappen in Monza. Hebben jullie daar begrip voor? Nee. Voor Verstappen niet. Voor het feit dat het achter safety car finisht wel, voor Verstappen niet, nee. Het was wel voor Verstappen, denk ik. Ja, ik weet het niet. Ik heb ook al reacties gelezen dat het niet voor Verstappen was, maar eerder naar de FIA toe. En dat hoop ik inderdaad. Maar want het boegeroep aan geadresseerd aan Verstappen zou absoluut niet correct zijn. Want toen hij het podium ook opkwam, voor Russell was er applaus, voor Leclerc natuurlijk applaus. En je hoorde dat de wedstrijdregie de klank ook dichtdraaide. Ah, dat is ook opgevallen eigenlijk. Ja, inderdaad. Er was boegeroep toen Verstappen op het podium kwam. Dus ik vermoed dan dat het wel voor hem was. Maar dat nee, absoluut. Waarom nul respect voor. Is dat frustratie omdat hij zo dominant is en omdat Ferrari er goed leek uit te zien en dan uiteindelijk toch niet meer meedoet? Of wat is daar een verklaring voor? Niet alle F1-supporters zijn even intelligent, denk ik dan. Dus die heb je in alle sporten. Hè. Waarom zijn er voetbalsupporters die wel de tegenstander kunnen respecteren en zijn er anderen die dan het plein opstormen als ze 2-0 achter staan? Als het spannend is, zou ik het nog begrijpen. Het verschil is 116 punten. Ja, vandaar ook. Dus, ja. Ik denk dat het vooral een teleurstelling was, omdat de verwachtingen waren heel hoog bij Ferrari. Ze dachten dat ze het bij hun op hun eigen thuiscircuit gingen doen en dat is gewoon niet gelukt. En dan is hij de zondebak. Omdat hij het wel goed gedaan heeft, is hij de zondebak. Hij is nu toevallig degene waar dat de concurrentie mee gevoerd wordt. Hè, waar dat ze tegen moeten racen om het überhaupt kunnen mogelijk te maken. 116 punten is het verschil nu. Nog 22 in Singapore en is daar kampioen. Ja, het is niet meer de vraag of, maar wel wanneer Verstappen wereldkampioen wordt. Wanneer gaat het gebeuren volgens jullie? Japan, hè, over 2 koersen, denk ik. Het kan al in Singapore als hij 22 punten meer scoort dan Leclerc. Wat dus betekent dat Leclerc zo goed als uitvalt of 8e of 9e of 10e finisht. Dat denk ik niet dat zal gebeuren. Integendeel, ik denk dat Singapore eerder een Ferrari-circuit is of een Mercedes-circuit zelfs. Het zou eens kunnen dat George Russell daar wint. Maar Japan, dan gaat hij na Japan moet hij dan hoeveel 138 min 26 is 112 punten voorsprong nog hebben. Dat zal wel lukken, denk ik. Gaat het gebeuren in Japan of in Singapore? Ik denk inderdaad Japan ook Singapore niet. Ik hoop trouwens wat Gert zegt dat het klopt. Dat Russell een goede kans maakt, want die is aan een heel sterk seizoen bezig, als je het mij vraagt. Dus zou voor hem wel een mooie beloning zijn mocht hij Singapore winnen. Maar er staat ook geen druk op Verstappen en op Red Bull. Dus ik denk dat zij meer dan content zijn als ze het in Japan binnenhalen. Hoe schatten jullie deze titel in? Want ja, die hier gaat komen, dat weten we nu. Hoe schatten jullie dit in, historisch gezien? Het is al de bevestiging dat het geen one-hit wonder is. Niet dat iemand dat dacht, maar ik kan deze titel beter appreciëren dan die van vorig jaar. Door het einde van vorig jaar? Ja. Ja, door want het is net zoals die eerste titel van Schumacher. Hè. Daar is altijd aan blijven kleven dat hij tegen Damon Hill is gereden in Adelaide. Bij Verstappen, die eerste titel, er gaat altijd blijven aan kleven dat de regels niet zijn gevolgd. Zijn schuld niet, maar het zal zo zijn. Nu, deze heeft hij duidelijk getoond dat hij de beste is dit jaar. Punt. Ja, en ook als je teruggaat naar het begin van het seizoen, waar dat Ferrari er wel stond. Hè, zeker op vlak van competitiviteit. Ik wil het niet hebben over de juiste beslissingen nemen en strategieën en dat soort dingen. Maar die hebben een perfecte winterperiode gehad. Die zijn heel sterk aan het seizoen begonnen. Waar dat iedereen echt wel dacht van, dit wordt geen makkelijk seizoen voor Red Bull om te halen wat ze vorig jaar gedaan hebben. En hoe ze dan toch de bovenhand hebben gepakt na een aantal wedstrijden. En hoe ze nu domineren, is gewoon schitterend om te zien. Dus, en dat is een samenwerking van team en rijder. Dan kan je niet zeggen, Verstappen doet dit of Red Bull doet dat. Het is gewoon een teamsport op dat moment. En ja, ik vind het wel een knappe prestatie. Ja. Zijn we nu vertrokken voor jaren van dominantie van Red Bull? Is dat een mogelijkheid? Ik hoop van niet, want anders ga ik voetbalcommentaar geven. Want nee, echt zo'n dominantie zou heel slecht zijn voor de sport. Of het nu van Verstappen is, of van Hamilton, of van een Ferrari-rijder. Als we weer weg zijn voor 5 jaar, de Formule 1 mag dan populairder zijn dan ooit. Die populariteit gaat heel snel dalen als dat weer het geval is. Maar ik heb er goede hoop op dat ze de andere teams, Ferrari gaat niet blijven knoeien als dit jaar, hoop ik dan. Alhoewel, bij Ferrari weet je maar nooit. Maar Mercedes zou volgend jaar weer al een pak dichter moeten zijn. Ze zijn nu al dichter. Hè. Ze staan toch regelmatig op het podium, dus ze zijn er bijna. Dus ik denk niet dat het een
overwicht gaat zijn van Red Bull en Verstappen. Wat niet wil zeggen dat hij geen wereldtitel meer gaat nemen, hè, maar hij zal er iets meer moeten voor vechten dan dit jaar, denk ik. Eigenlijk gewoon de wetenschap dat Mercedes zijn zaakjes zo op orde heeft gehad al die jaren. En omdat we de progressie zien dit jaar, gaan we ervan uit. Mercedes gaat zich nog wel moeien de komende jaren. Ja, en misschien dit jaar zelfs nog. Zeker als je naar die resultaten kijkt. Hè. Als ze niet in de top 3 zaten met een van de twee, waren ze sowieso 4 of 5. Dus ze waren er altijd wel ergens bij. En kijk ook eens terug naar wat hun deden in het begin van het seizoen. Het was alleen maar een grote struggle voor heel het team van Mercedes. Dus ik verwacht ook wel dat het volgend jaar een strijd wordt tussen 3 teams. Ja. Ja, George Russell die had vorig jaar al bewezen bij Williams dat hij Mr. Continuity was. Constant eigenlijk de degelijke resultaten. Dat doet hij nu bij Mercedes op exact dezelfde manier. Het is redelijk indrukwekkend hoe hij zijn eerste jaar bij een topteam aan het rijden is. Ja, maar het feit dat ze minder dominant zijn dit jaar dan vorig jaar, maakt het voor hem ook iets makkelijker om die strijd aan te gaan met Hamilton. Anders bleef je met die nummer 1 status van Hamilton, die overduidelijk was zoals de voorbije jaren was. Dan had het misschien voor Russell een beetje moeilijker geweest. Maar nu zijn ze samen moeten gaan werken om die wagen competitief te krijgen. Nogmaals, het is een teamsport. Dus het was afhankelijk van twee piloten dit jaar. En ja, ik vind dat hem... Ja, maar toch... Ik bedoel, je kan, als je vergelijkt wat Valtteri Bottas deed als hij van Williams naar Mercedes ging, die zette niet die resultaten neer van George Russell nu. Hè. Is er 1 keer uitgetikt bij Silverstone in de start, alle andere races top 5 gereden. En niet zelden een podium. Ja. En het blijft ook nog een relatief jonge jongen, hè, George Russell. Dus. Wat gaan ze doen als ze effectief terug competitief zijn? En met competitief bedoel ik meedoen voor de wereldtitel. Hamilton gaat nooit stoppen met zich de nummer 1 te voelen, denk ik. Dat is zo'n winnaar. Maar Russell gaat ook niet... Russell is geen... Je zegt het al. Het is geen Valtteri Bottas, maar ook qua mentaliteit is het geen Bottas. Hè? Nee. Russell heeft ook... Ja, is Formule 2 kampioen geweest. Hè? Dus die weet wat het is om kampioen te worden. En die wil ook wereldkampioen Formule 1 worden. Omdat hij weet dat hij het kan en dat hij de machine heeft. En als hij daarvoor Lewis Hamilton moet kloppen, zijn grote idool van toen hij klein was, ja, dan moet dat maar zo. Dat worden dan moeilijke tijden, hè, voor Toto Wolff. Maar goed, ja, daarvoor zitten we in de sport. Hè. Daar kijken we naar uit. Wat gaan ze kiezen? Of gaan ze gewoon laten racen zoals ze bij Hamilton en Rosberg hebben Denk toegelaten? Dat ze in eerste instantie laten racen, ja. Ja, het gaat niet goed komen, hè? Nee, het is ook, en iedereen heeft dat graag. En aan de andere kant, vooral, het is een beetje jammer omdat je het dan opneemt tegen een team waar een duidelijke nummer 1 en een nummer 2 is, hè, met Verstappen en Perez. Dus dan zet je jezelf eigenlijk een beetje een hak. Maar het zou jammer zijn als je weet dat je rijders even sterk zijn en evenveel kans maken op de titel, dat je 1 zou terughouden, want dat is sportief, is dat niet goed. Ja. Lewis Hamilton, die gisteren wel met een van de mooiste inhaalmanoeuvres heeft uitgepakt. Die double pass, ja, was indrukwekkend. Daarvoor ben je 7 keer wereldkampioen, hè, zeg ik dan. Dat is, ja, bedoel, je hebt van die rijders die af en toe, terwijl aan de andere kant, bij de start was hij nergens. Hè. Lewis Hamilton, daar heeft hij zodanig veel in gehouden dat hij op een gegeven moment laatst reed. Maar als je dan in de wedstrijd in zo'n situatie komt en je weet, als je de voorbijkant, het is bijna automatisch, denk ik ook, hè, bij zo'n rijder, bij een Hamilton, bij Verstappen. Klein gaatje zien, reageren, de voorbij. Ja, maar hij heeft ook de situatie was goed gelezen op voorhand. Hè. Al 2 bochten voorheen ziet hij wat dat er zit aan te komen. En zoals je zegt, Gert, dat is de reden waarom dat hij 7 keer wereldkampioen is, omdat je dat soort dingen ziet. Nog geen wereldkampioen in de Formule 1, wel in de Formule E was Nick de Vries. Mogen invallen voor de zieke Alex Albon dit weekend. Wat die jongen gedaan heeft, ben ik zwaar van onder de indruk. Toch, jij niet alleen. Wat had jij gegeven? 9,5 na de kwalificaties. 11 op 10 is dat waard volgens mij wat hij gedaan heeft. Echt ook kleine foutjes, een paar keer rempunt gemist. Maar voor de rest zo rustig gebleven. Geluisterd vooral naar het team. Hè, want hij wist zelf ook goed wel dat hij wetenschap tekort kwam om het alles uit die wagen te halen. Dus hij heeft zich volledig laten begeleiden door een team. Voor een rijder, ik kan me voorstellen, Mark, jij gaat dat bevestigen, dat is niet altijd makkelijk om te luisteren, blind te luisteren naar wat de mensen je vertellen. Hè? Nee, en vooral ook, je kent die mensen eigenlijk nog niet echt. Hè? Dus het zijn allemaal nieuwe mensen. Oké, hij heeft dat wel een keer getest voor hun. Maar hij krijgt 's ochtends bij wijze van spreken een oproep dat hij naar Mercedes moet. Wordt hij in een team geplaatst en dan in één keer
ja, doe het maar. Hè. Anderhalf uur op voorhand wist hij het. Ja. Eerder dat weekend had hij nog een vrije oefenrit gedaan met de Aston Martin. En dan moet hij ineens met een Williams gaan rijden waar hij niks van weet eigenlijk. Ja, en dat is niet hetzelfde. Die Aston is niet hetzelfde dan die Williams, is niet hetzelfde dan de Mercedes, is niet hetzelfde dan een simulator. Ik vind het ook echt heel indrukwekkend. Hè. Heeft dan, wat heb je in zo'n vrije training? Een paar runs van twee, drie rondjes. En omdat het zo laat was, heeft hij de eerste helft van die derde vrije training nog moeten laten schieten. Ja. Dat is echt maf. De eerste sinds 1978 die in één weekend voor hetzelfde team heeft gereden. Wie niet naar onze uitzending heeft gekeken. Gert, vertel ons wie het was. Wat Harald er toen gebeurd Ertel. Is. Harald Ertel, de man met een snor die breder was dan de voorvleugel van zijn auto. Je moet de foto maar eens opzoeken. Maar die had zich proberen pre-kwalificeren met een Ensign, denk ik, in 78 in Monza ook. In Monza ook, ja. Dat is niet gelukt. En dan ging hij naar ATS. Dat was het team toen van Michael Blekemolen. En daar wist hij zich niet te kwalificeren. Dus dat is de laatste die met twee verschillende auto's in een raceweekend heeft gereden. Ik denk dat dat een keer of 4, 5 is voorgekomen. Het meest bekende geval is Graham Hill. Dat is een goed verhaal, vind ik. Ja, die weigerde in... was toen wereldkampioen, regerend wereldkampioen. En Colin Chapman bij Lotus had een vierwiel aangedreven wagen ontwikkeld. Was daar vol van, zoals Colin Chapman altijd vol was van zijn nieuwe ontwerpen. Graham Hill weigerde daarmee te rijden. Dat was blijkbaar een rijdende doodskist. Dat ding viel altijd uit elkaar. En de grote prijs van Silverstone stonden alleen de vierwiel aangedreven Lotussen daar. En zegt Graham Hill, ja, maar ik rijd daar niet mee. Ja, maar je zal moeten, want we hebben geen andere wagens. Well, we hebben toch nog de oude. Maar nee, die staat hier niet. Oké, dan ga ik bij Brabham rijden. Hij stapt gewoon naar de andere box, vraagt eraan aan Brabham, mag ik bij jullie rijden? Want Jack Brabham, die normaal met die wagen reed, die had een gebroken enkel. Dus die wagen die stond er maar. Heeft dan de vrije training met de Brabham gereden. En dan heeft Colin Chapman van Lotus toch gezegd van, ja, we hebben toch nog de oude wagen gevonden, kom maar weer bij ons. Dat is een, toen ging dat nog, eind jaren 60. Nu zal dat niet meer lukken, denk ik. Dat is onwaarschijnlijk. Nick de Vries dan, na wat hij dit weekend heeft laten zien. Wat betekent dit voor zijn toekomst? Want hij heeft een degelijke kwalificatie gereden, maar heeft een goede race gereden. Hij is 9e geworden, meteen in de punten. Dat kan toch alleen maar goede gevolgen hebben? Ik hoop het maar, hè. Want bedoel, als je zo'n prestatie neerzet, dan verdien je toch duidelijk een plaats bij Williams. Bedoel, al zeker de plaats van Nicola Latifi in ieder geval. Ja, dat is zijn rechtstreekse vergelijk, hè, Latifi. Ja. En als je dan ziet hoeveel beter dat hij doet, ja, dan denk ik dat hij gisteren laten zien heeft dat hij minimum op hetzelfde niveau kan staan dan Albon. Ja, in die box van Latifi moet de sfeer onder het De Vriespunt zijn geweest. Sam is er niet. Het is niet doorgestuurd door Sam. Nee, het is niet doorgestuurd. Sam is er niet. Af en toe moet iemand de eer hoog houden. Nee, maar die gast die is gisteren naar huis gereden door een debutant die de wagen niet kende. Dit moet toch ook al, heeft hij elke keer een gigantische zak geld bij, dit moet toch einde verhaal zijn voor Latifi. Ik zou bijna zeggen, hou de eer aan jezelf. En zeker aan het eind van het seizoen, niemand kan toch nog worden overtuigd dat Nicola Latifi zijn plaats in de Formule 1 verdient. Het was al moeilijk toen hij begon, omdat hij eigenlijk de laatste echte paydriver is. En bij Williams stappen ze daar ook nu vanaf. Hè. Sinds 2 jaar zijn ze eigendom van een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Die pompen daar centen in, dus ze hebben die paydrivers eigenlijk niet meer nodig. Dus denk ik ook dat ze aan jonge talenten of aan een Nick de Vries bijvoorbeeld voorrang zullen geven. Want volgens mij was het plan van Alpine om Oscar Piastri daar te laten rijden volgend jaar. Hè, om ervaring te laten opdoen. Dat gaat dus niet door, want hij gaat naar McLaren. Neem dan de Vries. Mm-hmm. Wat zegt het over Latifi? Is dat gewoon echt niet goed genoeg? Ik vind het moeilijk om over te oordelen. Mark, jij kan dat beter. Nee, kijk, je kan hem altijd het voordeel van de twijfel geven omdat hij niet de beste auto heeft. Maar Albon doet een stuk beter dan hem. Niet altijd, maar toch geregeld. En Nick de Vries, die nu zonder enige ervaring met dat team instapt en een soortgelijke prestatie kan neerzetten naar Albon, dan zou ik volgend jaar kiezen voor de Vries als nummer 1 binnen het team. Ja, zelfs boven Albon? Ik zou die boven Albon zetten, ja, absoluut. De Vries heeft in 1 race een derde van de punten van Williams van dit seizoen gescoord. Ja, dan gaat het dan voor, hè. Dus jullie denken niet dat Albon hetzelfde resultaat had kunnen neerzetten? Misschien wel. Maar De Vries deed het bij zijn eerste race. Ja. Zonder voorbereiding. Ja. Dat is altijd een heel belangrijk detail, vind ik. Zonder enige voorbereiding. Ja. Nu, ik moet wel zeggen natuurlijk, we hebben dat ook al aangehaald tijdens de uitzendingen. Als je met zo'n auto in Monaco rijdt, zal het misschien iets makkelijker zijn. Op een lowdown voor circuit zoals Monza zal het misschien iets makkelijker zijn. Maar je moet het doen. Ik denk niet dat Albon gisteren een beter resultaat zou kunnen gereden hebben dan wat De Vries heeft gedaan. Integendeel. Gaan we volgend jaar misschien 2 Nederlanders op de grid krijgen? Ja.
voor twee goeie. In een sport waar zo weinig plekjes zijn, is dat echt redelijk straf. En twee goed, hè? Want we hebben al twee Nederlanders gehad in het verleden, maar het waren eigenlijk altijd rijders bij startteams. Robert Doornbos schiet mij te binnen. Dat was dan ook bij Red Bull. Die stond dan laatste op de grid met een Red Bull. Dus dat is ook al niet fantastisch. Maar ja, eigenlijk, en als je dan stilstaat bij het feit dat er een beurtrol is voor die reserverijder bij Williams, en dat het nu de beurt was aan Nick de Vries en niet aan Stoffel van Doorn. Ik ben eigenlijk wel blij dat het Nick de Vries was. Ja? Ja, absoluut. Want Stoffel van Doorn heeft het ook al bijna in die woorden gezegd, in zijn hoofd is hij niet meer met Formule 1 bezig. Maar als die nu hetzelfde soort resultaat had neergezet? Dan nog. Dan had het, had hij geen kans gekregen, sowieso? Jawel, dan was het een one-off geweest. Maar dan had hij volgend jaar geen Formule 1 gereden, hoor. Door zijn leeftijd bijvoorbeeld al? Bijvoorbeeld. Hij is niet zoveel ouder als de Vries, maar hij heeft al een kans gehad. Ja, hè, maar ik denk dat ze ondertussen bij Mercedes met Van Doorn andere plannen hebben ook. Ook ja. Dan wat ze hebben met de Vries. En nog even terugkomen op die Nederlanders uit het verleden die wel op de grid stonden. Je mag niet vergeten, Nick de Vries heeft een bijna soortgelijke kartcarrière dan bijvoorbeeld Verstappen. Ja. Dat had een Van der Garde niet, dat had Doornbos niet. Dat waren geen uitstekende rijders, dat waren niet de absolute top in de juniorcategorieën. Niet in de karting, niet in de eenzitterij. Wat de Vries al bereikt heeft tot hiertoe is niet te onderschatten. Nee. Maar om het dan op die manier te bevestigen bij je eerste race in de Formule 1, dat is... Ja, schitterend werk. Er zijn er genoeg, hè, die zo'n kans hebben gekregen en die dan compleet door het ijs zijn gezakt. Absoluut. Hij is als achtste mogen starten gisteren. Dat kwam door al die gridstraffen, door al die grid penalties. Jullie hebben serieus moeten puzzelen om te weten wie waar zou starten. Voor de uitzending begon gisteren, zaten jullie serieus in de vergaderzaal te discussiëren wie nu waar moest beginnen. Nou, ik denk dat de container waarin al de papiertjes van Mark liggen, dat die vanmorgen werd afgehaald, want die was overvol. Maar we geraakten er gewoon niet uit. En dat is gewoon door de verwarring van wat er in de reglementen staat, die voor interpretatie vatbaar zijn, wat ook al niet goed is. En wat er effectief dan als startgrid werd opgesteld. Blijkbaar gaat de FIA nu uit, de gridstraffen moeten effectief worden uitgevoerd. Dus als je tweede kwalificeert en je krijgt 5 plaatsen, dan start je als 7e. En al de rest wordt daar dan rondgeschoven. Maar het is volgens de reglementen moet je eerst de gridstraffen toepassen, dan de back of the grid. En we gaan het niet in detail gaan, want het is zodanig ingewikkeld. Maar er is dringend een ander systeem nodig. Eigenlijk. Wat voor systeem? Wat zou een goed alternatief zijn voor het systeem dat er nu is? Ja, we zeggen het niet graag, maar laat ze boetes betalen. Ik bedoel, zoals we al een keer gezegd hebben, in Formule 1 draait alles rond een cost cap nu. Dus elke euro die ze extra moeten uitgeven, die is gewoon te veel. Maar nu wordt er mee gelachen. Hè. Ik bedoel, er zijn jongens die een 15e tijd rijden, of 14e tijd rijden, die 15 plekken op de start gaan, dan start je 29e. Ja. We zijn met hoeveel? De 20e. Ja, met daarom. Dus er klopt gewoon ergens iets niet in heel het verhaal. En ook de regel van je moet 3 krachtbronnen gebruiken op een seizoen. En als je na 2/3 van het seizoen al iedereen over die limiet ziet gaan, ja, dan is de limiet eigenlijk ook veel te streng. Hè? Uh-huh. Dus voer die limiet dan misschien al een beetje op. Volgend jaar zijn er nog meer races. Dus dan gaan we misschien al zeker naar 4. Maar eigenlijk zouden we naar 5 moeten gaan. Maar die boete lijkt mij het beste. Want ik trouwens, als de motor stuk gaat, is dat voor mij het schuld van het team, niet van de rijder. Het is wel de rijder die de zwaarste straf krijgt. Wat ik ook altijd straf vond, is als je bijvoorbeeld je kwalificeert als 10e en je krijgt dan bijvoorbeeld 20 plaatsen straf, waarom die 10 plaatsen niet worden meegenomen naar de race daarna? Want die worden dan eigenlijk gewoon kwijtgescholden. Dus waarom krijg je dan 20 plaatsen straf als die andere 10 niets meer uitmaken? Ja, daarvoor het systeem back of the grid ook. Maar ja, als je met 7 bent die back of the grid straf neemt, dan staat er nog altijd eentje 13e, hè. Dus. Daarom. Nog een paar dingen die zijn opgevallen gisteren. McLaren na die 1-2 vorig jaar, nu een 7e plek en een DNF. Opgraaf, ja. Het is gewoon niet het jaar van McLaren. Ik ging net zeggen, de story of the season, hè, bij McLaren. Ik vond dat ze gisteren nog relatief goed uit de hoek zijn gekomen, zeker in vergelijking met hun directe tegenstander bij Alpine, want dat was ook niet echt de beste race gisteren. Ja, dat stond hier ook op. Maar ja, McLaren van dit jaar is niet het McLaren van vorig jaar, jammer genoeg. Is dat gewoon een terugslag in de progressie? Dat zoiets gaat vaak met ups en downs. Ja. Vorig jaar waren we allemaal heel hoopvol dat ze in de juiste richting aan het gaan waren en dat ze die progressie ook zouden kunnen volhouden. Maar dat is absoluut niet het geval.
ja, ik vind dat Alpine... Oké, gisteren hadden ze niet echt een goed weekend, maar die doen het op dat vlak veel beter, volgens mij. Ja, Alpine had ik er ook op geschreven. Ja, teleurstellend gisteren. Gisteren wel, ja. Over het hele seizoen zijn ze beter dan McLaren, maar eigenlijk hadden ze zelfs al meer voorsprong moeten hebben op McLaren, hoor. Lando Norris heeft het zaterdag nog een beetje een plaagstoot uitgedeeld. Een wagen is zoveel beter. Ik snap niet waarom zij maar zo weinig voorsprong. Ja. Er staan veel vraagtekens ook al een paar weken achter de toekomst van Mick Schumacher. Het gevallen godenkind stond in sommige kranten op sommige artikels te lezen. Ja. Of hij ooit het godenkind is geweest, dat is een ander debat natuurlijk. Hij is een godenkind, maar het kind van een god is daarvoor geen god, hè? Klopt. Om het maar zo te zeggen. Mick Schumacher, dat weet iedereen, heeft niet het talent van zijn vader. Hij heeft de kampioenschap gewonnen die hem na de Formule 1 geleid hebben, maar ja, nee, hij is beter dan Nicolas Latifi, maar hij is geen superster. Hij kan aan het stuur draaien, maar verdient hij geen plaats in de Formule 1. Op commercieel gebied allicht wel, sportief gebied. Waar plaatsen jullie hem sportief gezien bij de 20 rijders op dit moment? 21ste, nee. Nicolas Latifi zit er nog bij, 19e. Is het echt zo laag? Ja, wie anders nog daarachter? Ah nee, Lance Stroll hebben we ook nog. Stroll bijvoorbeeld, ja. Ja, 18e dan. Maar, ja, ik ging net zeggen, verder dan 18e, 17e, helaas niet. En jullie zien daar ook geen progressiemogelijkheden meer in? Nee, ik denk het niet. Hij heeft dit jaar al progressie gemaakt. Hè. Hij heeft een catastrofaal seizoensbegin. Serieus, wat auto's kapot gereden. Dan zich herpakt. Een paar goede races. Echt goede races gereden, maar die consistentie zit er niet in, hè. Net zoals Stroll af en toe ook een keer. Die heeft zelfs ooit op een podium gestaan. Hij heeft op pole gestaan in Turkije. Maar daar zit geen consistentie in. En dat heb je ook nodig als je wil groeien. Want Ferrari heeft hem blijkbaar nu toch opgegeven. Stond op veel plaatsen te lezen. Dan weet je dat het niet lang meer gaat duren mogelijk. Zeker als je weet dat Daniel Ricciardo nog altijd een team zoekt. En je zei het al, commercieel is Schumacher interessant. Daniel Ricciardo is commercieel voor een team als Haas bijvoorbeeld minstens even interessant. Dankzij Drive to Survive is Ricciardo in de States gigantisch populair. Ja, een van de meest populaire Formule 1-rijders. Dus commercieel gezien is dat misschien zelfs interessanter voor Haas. Dat vanuit dat oogpunt, ja, absoluut, denk ik. Zeker als we volgend jaar 3 grote prijzen in de Verenigde Staten hebben. Ik denk dat Schumacher momenteel moet hebben van zijn nationaliteit. Eerder dan iets anders. Ik denk als er morgen merken echt op zoek gaan naar die Duitse nationaliteit. En dan nog, hè, dan moeten we nog afwachten hoe dat ze bijvoorbeeld met Hülkenberg omgaan. Ja, want die zou een betere keuze zijn volgens mij dan Mick Schumacher. Ja, het is al erg als je iemand uit pensioen moet halen die dan een betere keuze is, want ik ben het eens met Mark, maar dat is dan de betere keuze dan een rijder die nu actief is. Dan weet je het ook wel. Hè. Zien we Mick Schumacher volgend jaar nog in de Formule 1? Ben aan het denken waar de gaatjes nog moeten worden opgevuld. Ik hoop niet dat het Schumacher de voorkeur zal krijgen op een Nick de Vries bijvoorbeeld. Want dat zou een aanfluiting zijn. Dat denk ik ook niet. Oké. Okay. Die we zeker niet in de Formule 1 gaan zien, dat is Porsche. Nee. Het was een mooi verhaal. Porsche ging naar de Formule 1 komen. En nu blijkt dat de deal tussen Red Bull en Porsche opgeblazen is. Wat is daar allemaal gebeurd? Hoe was het zo mooi geformuleerd? Verschil in filosofieën. Ja, vertaal het even voor ons. Ze waren al 4 maanden aan het onderhandelen. Iedereen was het zeker. Het ging ervan komen. En op het laatste spring het af. Ik weet het niet wat er daar gebeurd is. Maar Porsche wou... De helft van de aandelen van Red Bull wou echt een team, wou niet gewoon motorleverancier zijn, hè, zoals Audi wel zal worden in de nabije toekomst. Porsche wou meer en ineens hebben ze bij Red Bull besloten dat ze dat niet willen doen. Maar dat begrijp ik dan ook wel voor een stuk. Ja. Als je ziet welke inspanningen Red Bull allemaal geleverd heeft om op dit niveau te komen, dan snap ik dat ergens wel. Het is ook vaak zo als een constructeur in de Formule 1 inkomt, dat ze... een team à la Williams of een team à la Sauber of iets dergelijks gaan overnemen of voor de helft gaan investeren. Maar een team zoals Red Bull, dat is de absolute top op dit moment. Dus ik kan me perfect inbeelden waarom dat Red Bull dat niet wil. Ja, inderdaad. Aan de andere kant, het getuigt misschien ook van een beetje overmoed. Hè? Denken van, wij kunnen het wel alleen. Ze hebben al bewezen dat ze het alleen kunnen. Maar je moet niet vergeten... Vanaf 2026 komen die nieuwe motorregels invoegen. Zij zijn ervan overtuigd dat ze met hun Red Bull Powertrain, zoals die officieel heet, maar eigenlijk een Honda-motor is, dat ze die dus kunnen vervangen, dat ze sterk genoeg zullen zijn om die motor zelf te kunnen ontwikkelen.
oké, okay, als je daar zeker van bent. Ze hebben ook al genoeg in geïnvesteerd, dus dat zal niet het probleem zijn. Maar het blijft toch een gok, denk ik. Nou, aan de andere kant, Porsche moest ook een nieuwe motor ontwikkelen. Hè, dus. Ja, maar ik denk dat Red Bull dan misschien in de gesprekken met Porsche meer op zoek was naar een technische partner en niet zozeer een aandeelhouder van 50%. Dan dat daar het, ja, het verschil zat in de filosofie. Ja, ik denk dat Red Bull inderdaad zo'n idee had wat Audi nu zal doen, al ligt bij Sauber, want dat moet ook nog worden bevestigd. Gewoon de motorleverancier is en dan ja, niet een stuk van het team overnam, zoals dat goed voorbeeld daar van BMW Williams ooit. Mm-hmm. Williams werd gewoon overgenomen door BMW. En als BMW zich dan terugtrekt, ja, dan ligt je team op je gat. Hè. En dat willen ze bij Red Bull niet ja, tegenkomen. Natuurlijk. Te begrijpen. We weten sinds dit weekend ook wanneer Spa volgend jaar wordt georganiseerd. De grote prijs Formule 1 van België. Ja, we denken het te weten. Ja, voorlopig het zou het laatste weekend van juli zijn. Op 29 juli, de mooiste dag van het jaar, de kwalificatie. En op 30 juli de race. Dat is tijdens een Tomorrowland weekend. Is er iemand jarig op 29 juli? Ik zou het niet weten. Dat kan ook wel eens voor problemen zorgen, logistiek gezien. Alleen al heb ik ook gehoord. Want heel veel mensen die naar de grote prijs van Francorchamps gaan, die slapen in Brussel. Ja. In de hotels. Ook mensen die daarvoor werken, die gaan kijken. Heel veel mensen die naar Tomorrowland gaan, slapen in Brussel. In ja, de hotels. En zowel Tomorrowland als Francorchamps hebben deals met die hotels in Brussel. En dat gaat voor chaos zorgen. Die datumverschuiving, ik ben niet tegen het feit, uiteraard niet, dat er weer een grote prijs van België is natuurlijk, hè. Die datumverschuiving naar 30 juli, eerst was het 23 juli, dat ging niet, want toen was het in Spa de Francophorie, zeg maar de Gentse feesten van Spa. Dus dan heb je ook geen plaats meer om nog iets anders te doen. Maar dan 30 juli is dan vanuit sportief oogvlak is eigenlijk de traditionele datum van de 24 uur van Francorchamps. De meest populaire wedstrijd, autosportwedstrijd in België. Daar zitten meer Belgen op de tribunes dan in de Formule 1. Ja, die mogen ja, op... Formule 1 zit alleen maar Nederlanders in de tribunes bijna. Die mogen opklassen dus de 24 uur. Dat vind ik ook al lichtelijk schandalig. Daar had de federatie misschien wel een keer wat meer inspanningen mogen doen om die datum te behouden. Maar ook logistiek, 30 juli, dat is... Ja, ga er maar aan staan. Hè. En die eerste datum na de zomerbreak, die heeft de Formule 1 dus al weggegeven aan Zandvoort. En Zandvoort is daar natuurlijk ontzettend blij mee. Die gaan die datum niet teruggeven. Maar ga dan misschien na Zandvoort. Begin september. Mm-hmm. Een Zandvoort-België-Monza zoals dit jaar, maar dan een iets andere volgorde. Maar 30 juli... Het is duidelijk, de organisatoren die schikken zich volledig naar de Formule 1, zodat ze hopelijk toch een plekje op dat kalender in de toekomst krijgen. Absoluut. Ja, wat te begrijpen is. Of niks geweest zijn. Ja, wat ergens ook wel te begrijpen is. Het is nog altijd Formule 1. Ja, inderdaad. Het blijft Formule 1. Het is de top van de autosport. Maar het geeft maar weer eens de blijk dat de Formule 1 zich een beetje wereldvreemd gedraagt. Je kan niet zomaar denken van we doen het op 30 juli en de rest moet zich maar aanpassen. Nee, er zijn ook nog mensen die niet met Formule 1 bezig zijn. Er zijn nog andere takken in de autosport. Niet alleen in de autosport. In de sector gewoon ja, toekoe. Absoluut, absoluut. We hebben ook twee nieuwe wereldkampioenen. In de Formule 2 en de Formule 3. Filippo Drugovic in de Formule 2, Victor Martin in de Formule 3. Wat zeggen deze titels over hun toekomst? We zullen misschien beginnen met Drugovic, de kampioen in de Formule 2. Die mag daar volgend jaar dus niet rijden, omdat hij de titel heeft gepakt. Wat nog altijd een van de meest belachelijke regels is die ik ooit heb gehoord, dat hij een titel niet mag verdedigen. Dat is een belachelijke regel, omdat het maar een halve regel is. Moest het nu de regel zijn van, je mag niet meer in de Formule 2 rijden, maar je rijdt gegarandeerd in de Formule 1, exact, als testrijder of als oefenritten. Oké, helemaal akkoord. Maar nu moet Drugovic... Hij heeft het kapitaal voor Nicolas Latifi te vervangen. Hè. Dus dat is ook een van de weinige Formule 2-rijders die niet in een junior academy zit, als ik het goed begrepen heb. Zit niet bij Alpine, niet bij Ferrari, niet bij Mercedes. Dus die financiert zijn seizoenen, of papa financiert zijn seizoenen zelf. Drugovic heeft dit jaar een goed seizoen gereden. Is wel zijn derde seizoen in de Formule 2. Vergelijk zijn kwaliteiten met die van Piastri bijvoorbeeld. Dit, het verschil van de helft. Ik denk, Drugovic, dat is Mick Schumacher. Oké. Zo jammer zijn, mocht hij die plek van Latifi nemen en dat Nick de Vries daardoor moet ophoppelen. Ja, absoluut, bijvoorbeeld. Ja. Dus hij kan niet tippen aan wat Nick de Vries kan in een wagen? Nee, volgens mij niet, nee. Nee. Wat zegt dat dan over de Formule 2 van dit jaar? Dat het niveau daar lager ligt dan vorig jaar bijvoorbeeld. Of van het jaar dat de Vries won, of het jaar dat Van Doorn won.
Er zijn niet alle seizoenen zijn even sterk. Er zitten daar nog een paar andere sterke jongens in, hè, die nu begonnen zijn in de Formule 2, die volgend jaar gaan doorbreken, hoop ik. Jack Doohan bijvoorbeeld, de zoon van de Mick Doohan. Maar ja, Drugovic is geen slechte coureur, maar... Nee, of hij plaatje... geen top, hè? Nee, geen top. Dus eigenlijk... Daardoor, dat zegt eigenlijk, want ik had het dit weekend denk ik geopperd van ja, moet de kampioen in de Formule 2 niet automatisch naar de Formule 1 als dat talent dan er, ja, er even niet is in dat bewuste jaar, dan is dat ook geen optie. Nee, nee, want je weet, hè, je kan geen niveau voorspellen of geen niveau garanderen in de Formule 2. Maar wel dan, als je dan toch dat verbod oplegt van je titel niet te mogen verdedigen, geef een man zeker een plaats als om oefenritten te rijden in de Formule 1 bijvoorbeeld. Hè. Iets. Iets. Want nu, voor hetzelfde geld, doet hij volgend jaar niks. Dat is waanzin. Victor Martin, Formule 3 kampioen. Is dat een optie voor de toekomst? Of is het moeilijker in te schatten uit de Formule 3? Dat is moeilijker in te schatten. Maar af en toe zie je daar wel... rijders die verrassend sterk uit de hoek komen. De hele top drie daar, denk ik, dit jaar. Victor Martin, Zay Maloney uit Barbados. Die wil ik eigenlijk wel gewoon omdat hij uit Barbados komt in de Formule 1. En dan heb je nog Oliver Byman, die fantastisch tweede seizoen zelf heeft gereden. Eigenlijk kampioen had moeten worden. Daar zit wel wat in, maar die jongens moeten nog doorgroeien. Hè. Ja, Maloney is ook die gast die in Spa gecrashed was. En dan... de dag erna gewonnen heeft en de week erna in Zandvoort ook nog wint. Ja, dat is hem. Dat is ja, ik denk dat daar een beetje van een ruwe diamant zit. Oké. Okay. We hebben ook een Belg in de lagere klassen. Amaury Cordeel. Ah ja. Ik zag verbaasde gezichten bij allebei. Schat hem eens in wat hij heeft laten zien dit jaar. Ik weet, ik heb Formule 2 niet altijd op de voet gevolgd. Ik weet dat hij heel veel penalties heeft gekregen dit jaar. En niet alleen. Er zijn er drie geweest die een koers hebben moeten missen wegens veel penalties. Dus. Ja. Ik schat hem niet heel hoog in. Oké. Okay. Heel eerlijk. Als die niet geschorst is of als die geen penalties krijgt, dan is zijn niveau ook niet... het allerhoogste. Natuurlijk, het is mijn nieuw team. Hè, dus die jongens moeten waarschijnlijk ook wel heel veel leren. Maar dan nog, ik heb geen enkel moment gezien dit jaar dat je denkt van, ah ja, dat was nu toch even een bevestiging van... ik vind hem een beetje ondermaats presteren. Ja, inderdaad. De vonk is er niet. Kan er misschien nog komen, hè? Gebrek aan ervaring. Het was al heel moedig van hem, vond ik, om na één jaar Formule 3, ja, waar het ook niet lukte, onmiddellijk naar de Formule 2 te gaan. Heel moedig. Maar het was misschien een te grote stap. Is er iemand anders die eraan komt die wel die vonk heeft? Als Belg bedoel je? Als Belg, ja, absoluut. Ja, want daar blijf je nog altijd op hopen. Belg in de Formule 1. Nog eens, we hebben Stoffel van Doorn gehad. Het heeft maar 2 jaar eigenlijk geduurd. En het waren dan nog eens 2 miserabele jaren voor hem. De slechtste jaren die McLaren misschien ooit heeft gehad. Mm-hmm. Komt er iemand anders aan die we in de opstapklasse gaan kunnen volgen de komende jaren en die wel effectief kans maakt om bijvoorbeeld het niveau van een Nick de Vries te halen? Dan denk ik dat je in de karting moet gaan zoeken. Ja, echt heel jong. Ja, er zijn een aantal jongens die neem nu bijvoorbeeld een Kai Rillaerts in de kartsport. Bijna elk kampioenschap dat hij rijdt, wint hij. Of het nu een Nederlands kampioenschap is, een Belgisch kampioenschap, Benelux, Europees, het maakt niet uit, hij wint races. En dat is net hetgene wat ik er straks bedoelde met Nick de Vries. Net zoals Max Verstappen, dat waren jongens in de karting. Als ze gingen racen, dan domineerden ze. En dat hebben we al een tijdje niet meer gezien bij jonge Belgen. Ook, er zijn ook jonge karters die niet wereldvreemd zijn. In Ian Eijkmans bijvoorbeeld. Die zegt van ja, Formule 1, oké, dat zou mooi zijn. Maar mijn doel is om professioneel autocoureur te worden in de GT-racerij of in de 24 uur van Le Mans. Formule 1, dat gaat te duur zijn. Ik kan daar nooit geraken. Dus dat is ook al een hindernis. Hè. De realiteit is voor de Belgen nog wat harder dan voor andere nationaliteiten soms. Om het geld bij elkaar te halen alleen al. Het is een klein land. De interesse is hier veel kleiner ook. Kijk, wij hebben niet de grote multinationals die meteen investeren in jong talent. Wij hebben geen automerken die straks staan te springen om iets te gaan doen richting Formule 1. Wij zijn geen Italianen, wij zijn geen Duitsers. Dus... Is Mark Hoeken nog geen Formule 1 of autosport van? Dat is een optie, hè? Niet dat ik weet. Nee, inderdaad, dat zou een optie zijn. Maar aan de andere kant... Je nationaliteit doet er niet toe als je wordt opgepikt door een academy. Als je echt te goed bent, zoals Stoffel van Doorn. Zoals Stoffel, bijvoorbeeld. Ja. Oké. Ik hoop dat er iemand aankomt. Goed, mannen. Merci om naar hier te komen vandaag. Graag gedaan. We hebben even pauze. Het is bijna even lang als de zomerstop.
Ja, inderdaad. Het is omdat de grote prijs van Rusland is weggevallen. Hè. Maar ja, het is een beetje vreemd. 3 weken na elkaar en dan 3 weken niks. Is dat een gemis trouwens? Dat we niet in Sochi gaan racen? Puur sportief gezien? Nee, het zou niet Sochi geweest zijn trouwens. Of toch nog? Dit jaar wel nog Sochi. Wel, en dan toch nog daarna dat nieuwe circuit. Ik weet het niet. Dat het sportieve gemis zou zijn. Ik werd daar niet warm of koud van dan de grote prijs van Rusland eigenlijk. Net hetzelfde voor mij. Dus. En ik denk dat de teams er ook niet treurig om zijn. Absoluut. Nee, zeker nu, ja, nu denk ik dat er veel mensen niet naar Rusland willen. Oké, goed. Wij zijn over 3 weken zijn we terug met de paddock. En die zaterdag daarvoor, dat is de eerste zaterdag van oktober, als ik me niet vergis. Dan zijn er de kwalificaties van de grote prijs van Singapore. Zondag is er de race en... Kan Max Verstappen in principe al wereldkampioen worden? Hopelijk om de spanningen nog een klein beetje in te houden, voor zover we het woord spanning kunnen gebruiken. Gebeurt dat dan nog niet, maar ja, we zullen het dan zien. En over 3 weken zijn wij ook terug met de paddock. En wie weet heeft Sam dan nog eens goesting om af te komen. We zullen zien of dat het geval is. Bedankt om erbij te zijn vandaag. Graag gedaan. En heel graag tot over 3 weken. Salut.